Het bier is weg. Wacht even hoor. We hebben geen bier. Jimme! Ja? Waar is het bier? Nee, hoe kan dat nou? Het bier is echt weg. Door wie heeft dat gejat dan? Ja, de schoonmaakster heeft het meegenomen. Nee, serieus. Het lijkt wel het script van een Sinterklaas in tocht, joh. Het is niet de waar. Pak nu zijn verdwenen. Ik was rond een uurtje of zes was ik op de redactie van dit kantoorgebouw. Toen heb ik het neergezet allemaal, maar de schoonmaakster heeft het echt meegenomen. Ja, maar wat moet ik nu dan? Er zit alcohol in, dan maak ik goed schoon. Ja. Ja, nee, lekker. Oh ja, alles glimt. Nou, dus geen bier vanavond. Geen bier. We hebben ook geen uitzending. Dag. Nee, we stoppen. Nou, ik heb Fanta. Ja, nee, lekker joh, Fanta. Ja, Fanta. Zoek het even lekker uit met je programma. Goedemiddag. Dan moet ik het maar doen. Gerard de Peer, dat poepchinees en Michiel de Piel. Die zijn weg, want ze hebben geen bier. En daarom zit ik hier alleen vanavond. Chippy Chippisma. Vrijdagavond, na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd voor Extra Weekend. Extra Weekend, er gaat nog gelijk koffie over. Nou, dat stond ver weg, zeg. Nou. Maar we kunnen beginnen, hoor. Het is... Michiel Playmobil. God. Oh, nou, gaan we dat... Nee, beginnen... Dat, vroeger op school had je dat niet. Vroeger werd jij waarschijnlijk enorm gepest met het feit... Michiel Playmobil. Nee, niet Playmobil. Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren... dat ik op het kleuterplein achterna werd geroepen met de schaze... Michiel Dikke Piel. Oh ja, nu zou ik daar heel trots op zijn. En zeggen... Jazeker, dames. Hoe weet u dat zo? Maar toen vond ik het op zich best beledigend. Ja, ja. Nou, je wil niet weten waar ik mee werd geconfronteerd op het kleuterpleintje... toen ik 3,5, 4 was. Zolang het mijn dikke piel niet was, lijkt het me niks aan de hand. Ik was Gerard Perard Poepchinees. Wat? Nee, echt. Gerard Perard Poepchinees. Sorry. De volgende keer als er van die gezongen naamzingels worden besteld... die met die hebben. Ja, die wil ik. Oh, dat lijkt me te gek. Gerard de Perard Poepchinees. 3FM. Afgehouden wegwezen. Niks meer aan doen. Briljant. Extra Weekend. Met Veenstra. Hi Gerard, ik heb hier dat extra weekend weerbericht voor je. Met het laatste weerbericht met heel lang gezien van het weekend. Vooral tot sommige laatste gewolven. Elke lucht een klein beetje regen. Want dan is het natuurlijk weer gelijk dat je dadelijk hebt van die files die allemaal ontstaan. Dus als je naar buiten gaat, hebben we een paraplu mee. Blijf van lekker thuis in die radio luisteren. Lekker binnen bij de open haat en een rode lekker hard aan. Komende nacht trekt die neerstel naar het oosten weg. Als je in de oosten wat krijg je nog maar weer op je dak. Maar als je westen wat lekker droog. Morgen is het droog, weinig wind. En dat is zondag een beetje schoon, een beetje rijden. En dat we vandaag weer een begon wel een beetje toe. Dus we laten wel een beetje meer wolken in de middag. Vanaf zaterdagavond een nieuwe periode met wolken hier. Regen hier soms een beetje veel wind, maar verder plaatsen zeer zacht vertraagd. Ja, Extra Weekend. Ja, Domino. Geloof het of niet. Nu gaan we het krijgen, hoor. Ik heb hier in mijn handen een echte briefkaart. Nee, dat meen je niet. Nou. En ik sta stijf van verbazing. En dan sta ik al uren, hè. Sta ik want hij is ook van een vrouw. Oh, jeetje. Keiharde porno. Hey Gerard en Michiel, jullie dachten dat ze niet meer bestonden, maar ik heb er toch nog eentje gevonden. Ik wou even zeggen dat jullie een superprogramma hebben waar ik graag naar luister. Leuke gasten ook altijd, vooral toen Jan, van Veen er was. Nou, keiharde porno. Geweldig, en moet je opletten wat Danielle, want die heeft me gestuurd, nu schrijft. Nu ik toch jullie aandacht heb, wou ik een plaatje aanvragen. Please, 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 please. The van Temper Trap met Sweet Disposition. Ja, die zetten we net af. Dat is dan ook, alvast bedankt. Groetjes Danielle. Danielle uit Capelle aan de IJssel. Dankjewel voor jouw officiële briefkaart. En we houden zo even in beeld ook via 101 een echte briefkaart. Dat we hem hebben. Zo stoer. Fantastisch. Goud. Echt goud. Kijk hoe hij zijn vers gekapte baard, getrimde baard al over de plopkap heen en weer wrijven. Wat moet daar een werk in zitten, hè? Wat een werk is dat, hè? Even luisteren. Luisteren.
Dit is de baard van de gast. Het kan ook iemand zijn die door het bos wandelt. Nee, nee, dit is het geluid dat bij heel veel vrouwen denken. Oh ja. De grootste start geen padgeluiden. Oh, die man begint dat wel even afwegen. Het is de... No. Godverdamme. Bikinilijn in grintvorm? Ja. Nou. We hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. Ja. We hebben een gast in de studio, Arie Boomsma! Arie. Dit is toch overdreven? We houden het even op. Ja. Ja. Sorry, je vraagt je af hoe lang je een introductie kan rekken, maar jullie vestigen wel het record. Als je wil, kunnen we doorgaan, ja, hoor. Dames en heren, dit was Arie Boomsma. Ja! Het is vrijdagavond, ja, half negen. Nee, nou, Gerard en Michiel zijn er klaar voor. Nou, lang man, hè? Toch? Nou, een minuutje of tien, ik zie je. Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu gooien zij zo snel mogelijk de koptelefoons van hun hoofd en rennen langs elkaar heen rond het DJ-meubel in de 3FM-studio. Nog even tijd om uit te hijgen. Iedereen weer op zijn plekje? Ja hoor. Ja. Mooi! Tijd om verder te gaan met de show! Zo. Ik vind het rennen zo overdreven. Ja, dat rennen we zo. Dat is een grote studio. Vorige keer deden jullie dat wel, volgens mij nog. Ja, maar toen waren we nog wat ambitieuzer en wat jonger, hè? Het is nu winter en dan zakt het allemaal een beetje... Een half jaar geleden. Ja, het gaat sneller hoor. Zie jij jezelf ooit een programma als, nou, laten we zeggen, Hole in the Wall presenteren? Of is het totaal niet... Nee, dat moet ik ook niet doen. Nee. Ah, lijkt me wel lachen. Ja. Ja, ik zie het al. Ik zou wel die hole in the wall willen proberen door te gaan, maar het presenteren niet. Ik merk dat, toch dat ik het belangrijk vind dat ik wel een beetje mensen aan het denken zet en een beetje prikkel. En dat ik ook wel het gevoel heb dat ik zelf erin ontwikkel en groei. Dat kan toch prima een hole in the wall? Die kun je steeds beter tijdens worden. Hole in the wall. Ja, maar de behoefte om ertoe te doen. Dat je relevant bezig bent. Dus misschien een oude Calvinistische gedachte. Zo. Ja, een oude Calvinistische gedachte. Ik dacht dat jullie altijd met die galm en die dingen. Oh. Een oude Calvinistische gedachte door Arie Boomsma. Toen moet ik weer thuis. Ga je gang. Nee, dit was de staging, dan moet je hem maken. Ja, maar nee, hij zat ervoor al. Oh, dat was hij al. Oh, dat was hem. Oh. Nou, dat was een oude Calvinistische gedachte door Arie Boomsma. Zoiets? Ja. Prima. Dat al veel te lang gingen, we waren serieus aan het praten hier. Ja, we zijn nog voorbereid. Kon het niet lang meer duren. Reken er nou op, het is allemaal kort, het is snel. Ja, we hebben je toch even het woord gelaten. 9:10, Nederland 2, zaterdagavond. Ja. Maar ter compensatie zeg ik nu, bier. En veel ook. When the DJ spun all night, why the party's fun, the MCs come to rock and bless the mic. Oh, yeah. No need to worry, no need to hurry, them rules are just for you. Come on, people popping and locking, breaking and rocking. Everybody knows there ain't no stopping. Come on, y'all, get on the floor. We're gonna take you back, make it beg for more. Ain't no party like an old school party, call an old school party, no stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air, everybody say, oh yeah. Yeah, just do it, do it, do it. It's on it, on it, on it, on. I like that. Talk to me. One mic, come on and get down. Yes, yes, y'all. It's one the mic, and I like to rock the house. I'ma work that body, and baby, just turn it down. I'm really hip and hot, poppy, don't diss pop. Let me see that body rock. Put your Applejack cock to the side. Let me hear you say, all right. So funky, furious, it make you dance so serious. When the people hearing us, they start to go delirious. Wat nu weer? Op de plek waar wat naar beneden komt vallen, staat nu een taxi voor Arie Boomsma. Nee. Dus die taxi moet... Oh, misschien moet de taxi even weg. Taxi! Ga even weg! Taxi! Hallo! Ga weg! Een modem vooruit het raam. Goed kijken, Arie, goed mikken, hè? Daar gaan we. 1, 2... Daar gaat hij. Ondertussen valt de server bijna hier uit het raam aan de verkeerde kant. Nou, oké, daar gaat hij. 1, 2. 1, 2.
Oh, van hoog. Oh. Oh. Ja. Mooi. Het. En dan gaat de server ook, hè? Dan gaat hij. De server. Een Sonic server. In twee. Oh. Servers is dit de mooiste server geweest. Die knalde. Mooi, hè? Nou, je kan het eten, hoor. Gek. Oh, maar voor je gaat nog één ding. Jullie gaan bowlen. Ja! Disco bowlen. Nou, ook ergens extra in de zomer. Ik heb een disco bowling toernooi. Ergens in de zomer. Ja, het zal weer ergens. Wanneer was dit jaar? September, toch? Ja, september 2010. Als ik niet in het buitenland ben, kom ik graag binnen. Anders gaan wij naar het buitenland toe. Winnen ook gelijk. Ja, ik heb dat ding verkeerd om. Wij komen gewoon met onze kegel naar het buitenland. Geen probleem. Woehoe. Nee, ik hou van bowlen. Een bolen houdt ook van jou. Raarst dat ik ooit heb gehoord van een man. Ja, we zijn net een fax vergeten en ik weet dat die faxer die me heeft gestuurd naar 035-677-2076. Ik herhaal! 035-677-2076. Hem ook graag een keer wil horen. En ik weet nog zekerder, Gerard, dat jij hem graag voorleest. Klaar voor? Ja. Test. Hallo. Gerard Ortmeichel! Verdammt nogmaals! Wat was dat voor scheiß? De extra wochenende aanvangen ohne bier? Dat is ja ganz möglich. Glücklicherweise is alles wieder Gutmachungsschnitzel geworden. Gott aus das Land von Bier und Bratwurst, Wilhelm Jan, der Barbecue und Biermann. Also, now that. Heel hard, hè, dit? Heel hard, zo. Wacht even, want die herrie gaat zo hard dat ik hoor jou heel vaag er tussendoor. Is iemand met NOB op dit moment komt de rook uit het apparaat tegen. Ik vind dat de NMO aan het uitzenden is. Nou, bedankt voor de fax, Wilhelm Jan. Klaar?